Yo mensen, Gronel van DNPNL met vandaag een nieuwe video over jullie. En vandaag ben ik hier met een nieuwe video over de Weekend League. Mijn nieuwe team mensen, oh my god, it's so sick. Dit is mijn nieuwe team wat jullie hier kunnen zien. Het ziet er zo uit, je zal vragen Koen, waarom de fuck speel je met Rabiot? Dat speel ik niet, ik breng namelijk Hulk erin. En dan speel ik Hulk op cam en speel ik 4-3, dat kan ik laten zien toch? Aangepaste tactieken. Ik heb het allemaal van Matthijs geleerd, dus dankjewel. Kijk, dit is hoe ik dan speel. Dit is hoe mijn team er nu uitziet. De Marcos, Varane, Boateng, Alaba, Goretzka, Kondogbia, Mbappé, Neymar en Griezmann in de spits. En op 10 Hulk. Ik vind Hulk echt fucking goed. Al moet ik zeggen, Hulk was aan het begin wel beter dan hij nu is. Hij is nu eigenlijk niet zo heel goed meer. Wat er dus gebeurde, ik ging beginnen met Weekend League en ik ging 9-0. En ik ging echt fucking lekker. En ik dacht echt, nou jongens, ik ga 30-0 halen. Toen besloot FIFA van, oké, hij gaat 9-0, maar hij is eigenlijk helemaal niet zo goed. Dus dat kan natuurlijk echt niet. Dus wat we nu gaan doen is dat we twee keer gaan linken tegen teams met 10 icons. Nou, één keer met 10 icons, één keer met 9 icons. En allebei met Ronaldo er ook nog in. Met dus Cristiano Ronaldo. Dus ja, toen verloor ik er twee. Sindsdien kwam ik gewoon tegen fucking goede teams. En hoeveel ik nu ga is 17 om 7. Wat dus betekent dat ik nog 6 potjes kan spelen. En als ik ze allemaal win, haal ik elite. En ik heb er echt vertrouwen dat ik ze oprecht allemaal ga winnen. Dit is mijn eerste tegenstander waar ik tegenkom. Hij heeft Mbappé, die is wel goed natuurlijk. Maar voor de rest geen heel bijzonder team. Dus ik moet ze alle 6 winnen. Dus ik ga dit potje laten zien. En mijn laatste potje. En ga ik laten zien dat ik elite ga halen. Want ik ga elk potje winnen, hoop ik. Ga ik wel vanuit. Want ik ben echt fucking beast. Maar echt jongens, laat vooral in de comments achter hoeveel jij gaat. Doe ook een duimpje omhoog op deze video. Ik heb gehoord, als je een duimpje omhoog op deze video, dan oh, klote. Ik moet wel denken aan mijn opstelling. En even pauze drukken, want ik moet ook even wisselen. Als je een duimpje omhoog doet op deze video, dan hou je de volgende Weekend League zeker je doelstelling. Ik ga niet zeggen van je haalt 40 wins. Maar ja, dat kan niet. Dat kan sowieso niet trouwens. Maar ik ga ook niet zeggen je haalt 30 wins. Want ja, dat gaat niet iedereen halen. Kijk, ik wel, maar niet iedereen. Maar het kan wel zijn dat als je zegt van nou ik wil goud 1 halen volgende week, dat ga je dan gewoon halen. Op het moment dat je deze video like. Like deze niet, dan eindig je brons 1. En dan sloop je ook nog eens je controller. Nou, verlies. Hé, waarom selecteert die? Oké. Best zieke omhaal, maar... vind ik Neymar goed? Ja, best wel. Ik weet niet. De enige wedstrijd is Neymar echt fucking goed. Dan is het weer Mbappé die goed is. En dan zijn ze allebei fucking zaad. Ja, het verschilt zo fucking erg. Dan is Griezmann weer goed, dan is Hulk weer goed. Maar het is niet zo dat één speler echt bovenuit springt, vind ik. Dat vind ik aan de ene kant wel jammer. Want ja, ik betaal toch wel best wel veel geld voor, zeker voor zo'n Neymar. Nou ja, als hij dan niet uitspringt, daar baal ik dan wel een beetje van. Boom, 1-0. Lekker, kom op Griezmann. Come on! Lekker Gerard. Klein belletje plegen. Mensen vragen hoe moet hij? L1. Rechtstikje omhoog. En dan kan je een klein belletje plegen. Lekker zeg. 1-0. Yes. Roto Elite mensen. Ik voel het. Nou ja, dan halen we dus Rabiot eruit. Doen we Hulk erin. Oh, ik vergeet ik fitnesskaart te geven aan mijn team. We zijn 1-0 voor. Hij gaat nog niet leave helaas. Dat is jammer. Hij is dus niet heel tilt. Wel redelijk tilt waarschijnlijk. Maar ja, hij staat 1-0 achter. Oh. Trouwens mensen, tip van de dag. Gebruik nooit je centerbacks. Maar behalve bij een... bij een... kick-off glitch. Want het bestaat gewoon nog steeds, jongen. En die kick-offs zijn zo overpowered, jongen. Ik krijg daar zoveel doelpunten er tegen. Oh, gebruik niet je centerbacks. Ik kon gewoon kaart aanrennen met mijn centerback. Oké. Nou, ik ben wel benieuwd hoe jullie gaan in de Weekend League. Want kijk, wat het dus is. Ik had het erover met Matty. En we kwamen eigenlijk tot de conclusie. Je haalt eigenlijk altijd wel 20-8. Hoe je ook begint, hoe je ook gaat. Eigenlijk haal je gewoon met het niveau wat wij hebben. Het is gewoon een redelijk niveau. Nou ja, ik weet niet hoe goed jullie zijn. Dus misschien denken jullie van, Koen, goud 1, fuck goed. Misschien denken jullie, Koen, goud 1, fuck noob, jongen. What the fuck, je bent echt slecht. Nou, mag allebei natuurlijk. In ieder geval, ik vind het wel goed, maar niet bijzonder ofzo. Ja, waarom selecteer ik nou alsnog mijn centerback? Moet ik gewoon niet doen. Ja, weg met die centerback. Keeper, lekker. Maar op een of andere manier eindig je gewoon altijd gewoon goud 1. Ik heb echt... in de afgelopen video's echt maar 2 keer elite gehaald. Voor de rest gewoon altijd alleen maar goud 1. Volgens mij is het gewoon een soort van... het is gewoon je niveau. En dan word je altijd gewoon dusdanig aangelinkt dat je altijd dat gewoon haalt. Zo voelt het gewoon een beetje. Misschien denken jullie wel van... Koen jongen, echt. Ik heb nog nooit zoveel bullshit gehoord. Ja, dat kan. Trouwens mensen, even iets verslavend. Als je de rainbow doet met Neymar... dan doet hij zeg maar die El Sombrero. Hoe heet dat ding? Oh, dit is echt heel slecht. Dat is echt cool. Dat is echt fucking cool. Dus ik was een tijdje verslaafd aan rainbows doen met Neymar. Dan moet ik zeggen, dat is niet een manier om je Weekend League potje te winnen. Kan ik uit betrouwbare bron vertellen, namelijk mezelf. Dat is niet de manier, dus doe dat vooral niet na. Griezmann is ook zo'n speler. Die is soms echt echt onnavolgbaar. Dan schiet hij letterlijk elke bal erin. Hallo? Maar soms... oh, heeft hij nou Lane Ronaldo erin gezet? Oh mijn god. Krijg even wat aan je lip of zo. Kijk, nu wil ik echt extra graag winnen. Gewoon puur omdat hij Lane Ronaldo heeft ingezet. Griezmann, oh jammer. Hé hey, joh, die is uit jongen. Hé, hey, nog een keer uit. 2 keer uit joh, ik word je weer genaaid. Dat is niet normaal jongen. IE duikt tegen mij jongen. Keepertje. Oh nee, oh what the fuck. Nee. Maar dit meet dan niet. Oh my, wat,
is dit? Ik laat mijn keeper uitkomen, dan komt hij. Gast, dit is weer zo'n eet, jongen. Sta ik gewoon 1-1. Besef dit. Sta ik gewoon 1... Niks aan de hand. Sta ik ineens 1-1. Je wordt er niet goed van. Even serieus. Oh, mijn god. Echt 1-1 out of nowhere. Besef, als ik deze verliezen, kan ik gewoon geen elite meer halen. En dan haal ik mijn leven even. Koekoek. Maar ik ga toch wel hard spelen. Ja, knap van jou. Doei. Ik snap niet waarom mijn keeper niet kwam, toen ik hem uit liet komen. Keepertje had gewoon die bal moeten pakken. Leuke wedstrijd trouwens. 3 schoten tegen 2 schoten op goal. Very nice. Echt jongen, ik verloor ook net. En die gast die had een player of the month Hazard. En die schoot gewoon legit van 25 meter gewoon 3 finesse shots erin. Dan ben ik van, gast, waar gaat het nog over? Waarom de fuck mag je lanespelers gebruiken in Weekend League? Echt. Het slaat echt nergens op. Kijk, in de Vision Route boeit hem niet zoveel. Als je daar een potje verliest, dat maakt niet zo heel veel uit, weet je wel. Want je krijgt toch je puntjes en zo. Maar hier is het toch gewoon dusdanig wel van belang dat je dan denkt van, nou, misschien gewoon geen lanespelers in Weekend League. Goed. Ja, hoe is dit een overtreding? Scheid, jongen. Echt, als ik jou ooit tegenkom en ik moet remmen voor je, doe ik het niet. Oké, dat is echt onaardig. Sorry, knip ik eruit. Oké, toch niet. Dit duurt lang. Is verkeerd links, wist ik niet eens. Gaat hij nou echt kort nemen? Heb je nou echt zo fucking langer? Dat snap ik dus echt niet, hè. Jongen, echt, dan verdien je ook echt een klap voor je kanus gewoon. Daar heb je godsamme een uur over gedaan. Neem je hem kort? Oh nee, keeper. Griezmann. En Mbappé. Oh, kan gewoon met het verkeerde been. Kan je een keer proberen. Is er nooit iemand dood aan gaan? Oké, cornertje. Kom maar. Oh nee. Val aan. Lekker. Courtois. Hij is gewoon beter nu, hè. Ik zweer het je. Die 1-1 die verandert gewoon het hele wedstrijd. Hij had letterlijk nog geen kans gehad. En dan heeft hij 1-1 schot door zo'n fout van... Ja, of mij of het spel. I don't know. Maar in ieder geval, het was wel kut. Ja, er ligt een speler op de grond van mij. Oh mijn god. Gaat hij spelen? Ik word er dus helemaal niet goed van. Goed. Goede counter, kom maar. Oh, Griezmann, wat speel je weer zaad? Griezmann eruit. Dat gaat het niet worden, deze pot. Met heel veel, en dan de afstandsschoten, dat is echt niet te doen. Die dingen zijn zo sterk, jongen. Kei en keihard, dat is echt ongekend. Buitenspel. Dank u. Kijk, wisseltje. Mensen, Griezmann is echt niet in vorm, dit pot. Maar ik ga hem toch in plaats van Hulk zetten, want Hulk is ook absoluut niet in vorm. Perisic erin. Perisic, jij gaat het doen, maatje. Kom op, Ivan, hij is echt goed. Nieuwe meta. Ik weet het, mensen. Dit is nog niet het niveau dat jullie van mij gewend zijn. Nou, ofwel. We zijn niet zo heel hoog niveau van mij gewend. Dat kan natuurlijk. Oh, hij haalt Martial eruit. Oké. Welke smikker weer brengt hij ervoor in? Dat weet ik nog niet. Griezmann, goed. Lekker. Oh, jongens. Kon toch weer. Wat speel jij ook slecht, zeg. Oh, nee. Oh, dit meen je niet. Goed, weg. Ga dan maar gewoon schieten. Doe maar lekker leuk. Lekker schieten, hè. Leuk, man. Leuk. Oh, gaan we er overheen rennen, ja. Oh, goed van jou. Oh, geeft hij door. Oh, mijn god. Oké, dat was waarschijnlijk geen hele goede timing. Wild gokkie. En Mbappé! Oh! Griezmann! Nee! Ja! Perisic! Ja! Lekker! Heerlijk zeg, Perisicje. Klein belletje doen. Yes! Ik zweer het je, gouden sub, Perisic. Hoppa, lekker. Perisic, jongen, echt nieuwe meta, ik zweer het je. Heerlijk. Deze overwinning is echt lekker. Hier ben ik dus echt heel blij mee. Oké, nou oppassen voor die tering kick-off glitch. Ja, lekker. Nou, nu mag het natuurlijk niet meer fout gaan. Dus gaan we even lekker skillen met Neymar. Woe, ski! We hebben gewonnen. Yes! Come on! Oké, mensen, deze is gewonnen. We hebben nu 18 wins. Er moeten nog 5 potjes. Als ik ze alle 5 win, dan ben ik hartstikke blij. Ik ga jullie straks weer zien bij het laatste potje dat ik ga spelen. In de hoop dat ik nog elite kan halen. Allebei 9 schoten, 6 op goal. Alsnog volledig verdiend. Oké, 19. Ook nog maar 4 potje. 4? 4! Hoeveel potjes heb ik nog dan? Ja, ik heb er nog 4. Oké, ik moet er nog 4 winnen. Oké, dit was de 5. Ja. Dus, oké, ik hoop je te zien straks bij de volgende pot. Ik zie jullie zo. Doei! Oké, mensen, toekomst is het allerlaatste potje waar het dus allemaal om draaide. En jullie horen mij ineens via mijn normale microfoon. En zou je denken, Koen, waarom? Want we zien een heel ander gezicht. En het klopt totaal niet. Wat ben je slecht overgesynchroniseerder? Ja, ik had dus een potje opgenomen. En toen ongekend heeft hij op een of andere manier mijn audio niet opgenomen. Ik heb geen idee waarom. Maar ik ga jullie even door de wedstrijd heen leiden. Zoals jullie zien, was dit zijn team. Zoals je ziet, mijn gezichtsuitdrukking fantastisch. Hou ik van fantastisch. Maar ja, helaas, dikke pech, dikke botte pech. Ik was veel te gestrest en zo kwam ik 1-0 achter. Ja, helemaal niet blij mee. Echt totaal niet blij mee. Maar jullie kennen mij, ik ben een fucking beast. En moet je even dit doelpunt zien. Prachtig doelpunt, de 1-1 Mbappé. Wat een ongelofelijke held. Heerlijk, blij mee. Super fantastisch, lekker. Echt top. Daarna had ik nog een paar kleine rage momentjes. Bijvoorbeeld dat Mbappé de bal niet schoot bij een voorzet. Terwijl ik echt duidelijk op rondje drukte. Maar hij het gewoon niet deed. Omdat, ja, ik button delay had. Ja, dat gebruik ik als excuus. Toen kwam ik nog op voorsprong ook. Echt heerlijk. Echt, we gingen dus de rust in met de voorsprong. Dat was echt fantastisch. Helemaal blij mee. Toen maakte hij na rust gelijk de 2-2. Daar was ik persoonlijk weer wat minder blij mee. Maar ja, ik voelde de bui al hangen bij die 2-2. Want ja, ik was gewoon te gestrest aan het spelen. En het ging gewoon niet lekker. En ik miste mijn kansen. En toen kwam hij door in de 90ste minuut. En hij schiet die bal. En ja.
Ja, ik was er gewoon echt. Ik was gewoon echt diep teleurgesteld. Zeker in mezelf. Je ziet het ook. De laatste paar minuten heb ik ook gewoon niet eens gespeeld. De laatste minuut letterlijk toen hij er vooruit ging. Want ik was gewoon te teleurgesteld. Ik was zo dicht bij Elite. Maar toch niet gehaald. Maar mensen, volgende week ga ik het halen. Ik weet nog, in FIFA 17, de eerste keer dat ik ging streamen Weekend League, toen haalde ik Elite. Ik ben van plan volgende week misschien weer een klein Weekend League stream te gaan doen. Lijkt u dat een leuk doen? Zeker een duimpje op deze video. Helaas heb ik niet Elite 3 kunnen halen. Ik baal er echt van als een stekker. Maar ja, ik kan er verder ook niets doen. Ik hoop je het leuk vonden. Ik hou van jullie allemaal. En dan zie ik u weer bij de volgende video. Dankjewel voor het kijken. En sorry dat mijn audio niet deed. Kut microfoon. Oké, doei.